Dag iedereen, welkom bij Wasabi FM. Fijn dat je kijkt. We staan op de nieuwjaarsreceptie in Zwevegem. Zoals je misschien al kan zien achter ons, is er heel veel sfeer en gezelligheid. Maar toch eens gaan luisteren wat de mensen elkaar toewensen voor het nieuwe jaar 2017. Kom maar mee. Ja meneer, wat mogen we jou toewensen voor 2017? Wel, het is de gezondheid die telt, maar het is een goede receptie hier voor algemeen, voor Zwevegem. Vooral een goede gezondheid, dat is het voornaamste. Al de rest is bijzaak. En voor jezelf? Geluk, hè? En ook gezondheid natuurlijk. Ja. Een gezondheid, aan onze ouderdom gezondheid. Verder zijn we nog jong, hè? Ja, burgemeester, wat wens je de luisteraars van Wasabi en de inwoners van Zwevegem toe voor het nieuwe jaar? Zoals ik reeds gezegd heb, dat goed gevoel, de voldoening van het goed gevoel een Zwevegemse inwoner te zijn. Men moet eigenlijk zich gelukkig prijzen van wat er hier allemaal aanwezig is. Qua infrastructuur, qua beleving, qua landschap, qua mogelijkheden naar de toekomst toe. Wij investeren de volgende jaren in een nieuw zwembad, een nieuwe bedrijvenzone, nieuwe scholen, bijkomende sociale huisvesting, verschillende nieuwe wijken die zullen ontstaan. Zowel op Transfo als op de Losgaard, als op de kant van de Kortrijkstraat. We hebben de Kortrijkstraat bij wijze van spreken in acht overgenomen. Die zal ook opnieuw ingericht worden. Dus wat wens ik ze toe? Vertrouwen te hebben in de toekomst en vooral fier te zijn, een Zwevegemse inwoner te zijn. Dat is zeer belangrijk. Veel volk vandaag, al veel bekende gezichten gezien. Ja, ik ben een geboren Zwevegemnaar, dus dan ken je wel heel wat mensen. En het is leuk om altijd iedereen terug te zien op de gemeentereceptie. Het is druk zeker vandaag? Ja, zeer druk. Zeer druk. En wat vind je van dat initiatief dat er hier wordt een receptie georganiseerd? Ja, ik vind dat vrij goed. Dat is leuk. Meneer, mag ik een vraagje stellen? Ja. Het is 2017. Ja. Wat zijn de voornemens? Voor iedereen een hele goede gezondheid. Heel belangrijk. Veel werkgelegenheid in de gemeente zelf. En dat iedereen mag gezond blijven. Ja, Schepen, wat wens je de mensen toe van Zwevegem voor 2017? Uiteraard een heel goede gezondheid. Hè, en daar begint alles mee. Maar ik hoop ook dat ze kunnen genieten van de vele projecten die wij als gemeentebestuur opzetten voor hen eigenlijk. Zoals rond cultuur hebben we dit jaar het jaar van het beeld. Waar we een negental sleutelprojecten zullen hebben. Alles daarover is terug te vinden op de gemeentelijke website. Voor de rest hoop ik dat de mensen veel bij elkaar komen. Dat ze van elke gelegenheid die ze hebben een echte ontmoetingsgelegenheid maken. Want mensen die met elkaar spreken, die maken geen ruzie. En als er geen ruzie is, dan is de sfeer wel goed. Een beetje zoals vandaag, hè? De sfeer zit er wel in. Hè? Ja, de sfeer zit er zeker in. Het is een gezellige receptie, er is veel volk. Meer moet dat eigenlijk niet zijn. Al veel nieuwjaarskussen moeten uitdelen of ben je daar voorzichtig mee? Met het kussen zelf ben ik wat voorzichtig, maar ik heb wel heel wat handjes mogen schudden. Wasabi FM komt naar je toe. Als jij dat wil. Van drive-in tot gastoptreden. Organiseer je een open deur van je bedrijf. Wil je iets in de kijker zetten? Wij kunnen een live uitzending organiseren. Wasabi FM komt naar je toe. Als jij dat wil. Voor meer info stuur een mail naar info@wasabifm.be of bel 056 44 88 87. Wij komen overal naar je toe. Wasabi FM, stadsradio zoals het hoort.